Dag beste kijker, het blijft nog altijd redelijk aangenaam zomeren met behoorlijk wat zon. Nu er zijn wel meer wolken dan gisteren opgedoken. En misschien heeft u ook al wat regendruppels kunnen tellen. Er zijn al een aantal buien geweest deze voormiddag. Maar als u naar het centrum en naar het westen van het land gaat, wel, dan zijn de kansen op uh, mooie zonnige momenten wat groter. Want het is vooral van over Duitsland dat er enkele buien tot bij ons zijn geraakt. En dus vooral hier over het oosten gaan we ook de komende uren links of rechts misschien nog wel een bui kunnen tellen. Daar kan eventueel een donderslag bij horen. Maar uh, voortse is er ook wel redelijk veel zon. En dan gaan we vooral naar het centrum en het westen van het land. En de komende dagen gaan we nog wel geregeld die zon zien schijnen, maar dat onweerachtige blijft er nog een beetje in zitten voor morgen. En alweer gaat dat vooral voor het oosten en zeker voor het zuidoosten van het land zijn. En daarna zijn we eventjes vertrokken voor een tweedagse met tropische warmte. De storingen blijven voorlopig hier nog boven Frankrijk zitten met regen en onweersbuien, en bij ons aan de voorzijde daarvan krijgen we dan temperaturen richting 30 graden en misschien lokaal zelfs nog iets meer dus zeer warm weer. Ook vandaag zomerse warmte, temperaturen straks rond 25 graden, wat koeler in de hoge Venen met 17 graden en ook aan zee, waar er ook na de middag nog altijd een zeebries is. Maar daar gaat het waarschijnlijk wel overwegend zonnig blijven. Terwijl in het binnenland er wat stapelwolken kunnen groeien en vooral over het oosten van het land mogelijk hier of daar een bui, al dan niet met gedonder erbij. Ja, en dan voor s avonds eventueel nog een paar laatste buitjes of nog een laatste onweer. Maar daarna blijft het overal droog en worden die opklaringen alweer alsmaar breder. Vrijwel helder weer dus uiteindelijk. En dat bij temperaturen die dan zakken naar 10 tot 14 graden. Mogelijk wat lage wolken die ontstaan in de Ardennen. En morgen starten we dan met veel zon. In de loop van de dag kunnen alweer wat stapelwolken groeien. En opnieuw, vooral voor het zuidoosten van het land, kans op een bui of een onweer. Misschien dat zo'n ook nog net in het centrum van het land geraakt. En temperaturen van 25 graden en zelfs nog iets meer. Dus we blijven nog in die zomerse warmte. Ja, en tegen het weekend wordt het veel meer tropisch warm. 29 graden al voor het centrum van het land tegen vrijdag. Blijft dan overal droog. We krijgen ook veel zon. Lokale 30 graden is al mogelijk. En ook voor zaterdag zit die 30 graden er voor vele regio's in. Dus zeer warm weer. Trouwens, ook aan de kust gaat het zo warm worden. Vrijdag al 25 graden voor de kuststreek. En dan zaterdag misschien ook 30 graden. Die zeebries komt dan wat later. Maar vanaf het moment in de loop van de namiddag dat aan zee die zeebries gaat blazen, wordt het ook wel een pak frisser. Vanaf zondag vergroot dan de kans op regen en onweersbuien. Maar de temperaturen blijven toch nog altijd tamelijk hoog: 26 graden. Maandag 27 graden. En ook dan zit de kans op een regen of een onweersbui er wel in. Tegen dinsdag opnieuw genieten van de zon. En opnieuw nog altijd zeer warm bij temperaturen rond 27 graden. Dus ja, het zomerse blijft wel in onze weerkaarten zitten. Meer daarover in latere weerberichten. Tot dan. Dag.